ik vertaal het op mijn eigen manier. Als ik het zo moet doen zoals de werkelijkheid zich voordoet, dan ben ik mijn avontuur kwijt. Om een voorbeeld te geven, ik vind natuurlijk Rembrandt een fantastische man als schilder. Maar ik moet je niet denken om morgen zo te gaan schilderen. Dan hou ik er echt mee op, hoor. Ik heb nu een doekje, dit is nu bijna klaar. Ik vind niet dat ik er erg veel meer aan moet doen. Het zonnetje brandt me nog niet genoeg. Dat is nog een beetje te soft. Er zijn nog wat kleine dingetjes die ik nog aan moet vullen. Daar bij het huisje moet nog iets gebeuren. Maar dat is, dan is het vooral van mij uit. Ja. Dus ik ben echt geen man die zegt van maar morgen nog zo'n doekje omdat ik hem al verkocht heb.